Wat houdt grondconversie in en welke doelen worden hiermee beoogd? Dit zijn twee vragen waarop minister Dinota Forswijk van Grondbeleid en Bosbeheer antwoord geeft in een gesprek met de Communicatiedienst Suriname. De bewindsvrouw laat daarbij haar licht schijnen over alle facetten van grondconversie waarvan reeds een wetsvoorstel ter behandeling ligt bij het parlement. Zij legt ook uit wat het belang hiervan is voor de burgerij. Grondconversie is niks anders dan het kopen van je grondhuur tot eigendom. Je krijgt het niet gratis. Dus u heeft bijvoorbeeld een grondhuurtitel op uw bouwkavel. Dan denken we bijvoorbeeld aan de huizen van Hannasleus, de huizen van Sophia, de huizen van Flora, waar de mensen al zo lang wonen en eigenlijk alleen een grondhuurtitel hebben. En dan wil je dan nu een andere titel erop. En dat is het omkopen van jouw grondhuur naar eigendom. Dat is grondconversie. Wat de regering hiermee beoogt, is eigenlijk om de mensen meer rechtszekerheid te geven. Want u weet, als u bijvoorbeeld naar de bank gaat of een geldschieter om misschien wat geld te nemen op je grondhuur, krijg je niet zoveel, net als wanneer je een eigendom eigenlijk als onderpand zou gebruiken. Dus eigenlijk om meer rechtszekerheid te geven aan de burger. En daarnaast ook kan de staat voor korte perioden dan ook heel veel inkomsten genereren. Net als hoe u weet, is de wet al ongeveer langer dan een jaar in behandeling in het parlement. Vanuit het kabinet-president is er een commissie speciaal welke belast is met alles omtrent de wet. Dus wanneer de wet goedgekeurd is, afgekondigd is geworden, zullen we dan precies weten wat de kosten zullen zijn, wat de procedures zullen zijn. Dus eigenlijk mag ik niet praten voor het parlement, maar wat ik daar proef, is dat er nog binnen de verschillende partijen er nog geen overeenstemming is bereikt ten aanzien van wat eigenlijk, dus welke gronden, dus voor welke gronden er conversie verleend moet worden. Gaat het om landbouwgronden, gaat het om zakelijke doeleinden, gaat het om veeteelt, gaat het om bouw, om bebouwing en bewoning. Dus dat is nog niet zo duidelijk binnen de verschillende politieke partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn geworden. En ook de grootte, want bijvoorbeeld een landbouwgrond kan vanaf 5 hectare. Een bebouwing, dus waar iemand een bouwkavel heeft, vanaf 350 vierkante meter. Voor andere landbouw bijvoorbeeld heb je tientallen hectares nodig. Waar gaan we dan de grens leggen? Gaan we alles opengooien voor conversie of gaan we alleen voor bebouwing tot een bepaalde grootte? Dus ik denk dat het parlement nog daar een overeenstemming moet bereiken om eigenlijk te komen tot eigenlijk afhandeling van de wet. Want de wet is al zover dat alleen de regering moet nog aan het woord komen voor een keertje. Parlement nog voor derde ronde. En daarna zullen we dan overgaan tot stemming als het parlement het dan toelaat. Nee, natuurlijk zijn wij niet verplicht. En het parlement is ook niet verplicht om eigenlijk te luisteren naar een advies vanuit de regering. Zij hebben hun deel, wij doen ons deel. Dus wij wachten tot zij zo ver zijn. Dan zullen we dan verder gaan met de behandeling van deze wet. Vanuit het ministerie geven onze voorkeur aan bebouwing. Bebouwing tot een bepaalde grootte, misschien 2500 of 5000. Maar wat de totale regering zou zeggen, is er nog geen overeenstemming. Maar de juristen vanuit het ministerie geven een voorkeur om eerst te starten met bebouwing. Dan zullen we dan in later stadium kijken hoe we de andere gronden ook kunnen meenemen. Wel, eigenlijk wil ik niet daarin gaan, want de wet is nog niet zo ver. Dus als de wet misschien behandeld was, we weten nog niet welke gronden meegenomen zullen worden voor grondconversie. Dus ik wil nog geen uitspraak doen. Voor niet-ingezetenen, eigenlijk om grondhuurtitel te mogen krijgen in Suriname, moet je ingezetenen zijn en een leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Of eigenlijk een rechtpersoon hebben, dan denken we bijvoorbeeld aan een stichting, een NV. Dus op geen enkele andere manier kan een buitenlander in Suriname een grondhuurtitel krijgen.
Dus enige model of mogelijkheid voor bijvoorbeeld, daar denken we aan onze Surinamers die misschien in Amerika wonen of in Nederland wonen. Het meeste wat we hier zien, is dat ze gewoon een stichting openen. En dat is wel een rechtpersoon, volgens de Surinaamse wetgeving. Dus op zo'n manier alleen kan je dan een stukje bouwkavel krijgen. Maar voorkeur van deze regering gaat eerder aan natuurlijke personen. Dat zijn gewone mensen, om het zo te zeggen. De bijdrage vanuit het ministerie van GBB is dat er ook juristen vanuit de juridische afdeling van het ministerie ook zitting hebben genomen in de werkgroep van het kabinet-president.